Ja, dank u wel voor dit antwoord. Wat ik me nog wel even afvroeg, en want ook wat bij mijn vraag hoorde, was eigenlijk ook van of de inzet van de koppeling gaat blijven. De minister. Ik heb een soort praktisch antwoord hierop. Ik hoop van niet, maar ik heb ook goede hoop op de diplomatieke inspanningen van het Portugese voorzitterschap. En mogelijke oplossingsrichting waarover gesproken wordt. En dan is de koppeling geen koppeling meer, omdat beide door kunnen. Minister, ik ga u even onderbreken. Er loopt een Kamerlid een commissiezaal binnen. Meneer Baudet, het is de afspraak dat u een mondkapje draagt. Als u loopt door bijvoorbeeld commissiezalen, mag ik u verzoeken om of het mondkapje te dragen of anders de zaal te verlaten. Nee, het is geen afspraak om mondkapje te dragen, maar ik was wel van de zaal te verlaten omdat ik alleen wat vakliteratuur aan mijn ambtsgenoten wilde geven. Maar mondkapjes dragen. Dan stel ik voor dat u de commissiezaal verlaat. Dank u wel. Het woord is aan de minister. Dan ga ik door met de vraag van de heer Ammerhaus. Minister, ik ga u even onderbreken. De heer Baudet. De heer Baudet. Ja, nou. Er is ook een reden dat er afspraken zijn over dragen van mondkapjes, omdat we hier medewerkers hebben waar die geen anderhalve meter afstand houdt. De deur is dicht, ik moet even hier langs. Dan stel ik voor nogmaals dat u zo snel mogelijk deze commissie zelf verlaat. Dank u wel. De minister.